Welkom bij aflevering 3 in 2020 van Betaal TV. Dit is een tussendoortje om te laten zien hoe het met het betalingsverkeer gaat ten tijde van de coronacrisis. We hebben daarvoor diverse mensen gesproken. Uit de retailsector, van een betaalscheme, van de betaalverwerker en van de banken. Bijna iedereen werkt van huis, maar het betalingsverkeer draait als een zonnetje. Ik heb als eerste met mijn sidekick Gijs Boudewijn een gesprek gehad met Jules van Wel van de brancheorganisatie voor de supermarkten, het CBL. En met Jan-Willem Burgering van Detailhandel Nederland. Zij vertellen hoe het momenteel in de winkels gaat en hoe tevreden ze zijn dat de contactloze limieten zijn verhoogd en dat het betalingsverkeer tot nu toe goed functioneert. Allereerst ga ik beginnen met Gijs Boudewijn. Gijs, hoe gaat het met de betaalvereniging? Als je even kijkt naar het betalingsverkeer in Nederland. Je weet dat zeg maar 65% van alle betalingen in winkels, dat werd al gepind. Dus het is superbelangrijk dat die pininfrastructuur goed werkt. Blijf gewoon doorgaan, hè? Als een van de maatregelen hebben we al heel snel de handen ineengeslagen, ook samen met de supermarktbranche, om te zorgen dat mensen nog meer vooral contactloos konden pinnen. Dus de limieten voor contactloos betalen die zijn opgetrokken. En per bedrag kan dat tot 50 euro en opgeteld tot 100 euro. Dat helpt, hè. Niet alles, maar dat alle beetjes helpen. Hoe kreeg je dat voor elkaar zo snel? Want daar is iedereen eigenlijk gewoon heel jaloers over. Ja, we zijn inderdaad wel waren de eerste in Europa. En inmiddels zie je dat in bijna alle landen datzelfde aan het gebeuren is. Er zitten een paar factoren. Nou, klein landje, we werken van oudsher goed samen. We hebben een goede, vrij eenvoudige en robuuste infrastructuur. Weinig partijen die je erbij nodig hebt. Dus wij kunnen wat dat betreft altijd meestal sneller handelen dan in het buitenland. Oké, okay. Wat merk je aan aan de aantallen pinbetalingen? Hoe gaat het met de economie, de retail-economie? Ja, het betalingsverkeer is natuurlijk een afspiegeling van de reële economie. De supermarkten, maar daar zal Jules wat over zeggen. Dat gaat natuurlijk op volle toeren. Maar er zijn natuurlijk ook branches die helemaal stilgevallen zijn. Dus dat beeld is heel wisselend. En over de hele linie zie je toch wel tientallen procenten minder pinbetalingen. En de geldopnames, die zijn ongeveer gehalveerd uit de geldautomaten. Oké. Okay. Nou ja, dan gaan we meteen maar even inzoomen. Jan-Willem Burgering van Detailhandel Nederland. Hoe staat het erbij op dit ogenblik met jouw leden? Nou, met mijn leden is het echt dan zien we echt een heel wisselend beeld. Hè? Kijk, als het gaat om de dagelijkse levensmiddelen en helemaal natuurlijk met de levensmiddelen vanuit het voed. Nou, zoals Jules zoiets over vertellen, gaat het gewoon heel goed. In de zin van, het is druk in de winkels, maar hebben natuurlijk ook allerlei andere problemen waar ze heel goed voor moeten zorgen. Dat is echt niet alleen betalen, dat zijn ook dingen als hygiëne en afstand houden enzovoort. Ja, als je kijkt naar zeg maar, het geheel van toonbankbetaling, is natuurlijk verreweg degene die het meeste last heeft, is de horeca. Daar is het zo goed als stilgevallen en daar zijn de klappen natuurlijk heel zwaar. Binnen de detailhandel zie je gewoon een enorm verschil, een beeld wat enorm verschilt. Wat je ziet is dat bijvoorbeeld, heel specifiek voor mijn eigen branches, tabak en gemakswinkels, zie je dat winkels die op vervoerslocaties zitten, zoals bijvoorbeeld Schiphol of de NS, daar zie je de omzet helemaal wegvallen. Ook in de stadscentra, en dat zijn natuurlijk veel meer winkels dan alleen gemakswinkels, maar daar zie je enorme klappen. Vooral in de mode, maar ook in ons type winkels. Er zijn gewoon heel weinig passanten. Jules van Wel van de CBL, van de supermarkten. Van Jules, hoe gaat het met jouw klanten? En hoe staat de vlag erbij? Toen het allemaal begon, toen zijn we al heel snel in contact gekomen met de ministeries. Omdat die zich enorm zorgen maakten van begin af aan over de voedselvoorziening in Nederland. Uh-huh. En er waren grote zorgen, er zijn nog steeds grote zorgen. Maar goh, wat nou als die medewerkers daar tekorten ontstaan doordat mensen op grote schaal ziek worden? Nou, gelukkig zien we dat allemaal wel meevallen. Het ziekteverzuim is er, maar nog niet dat een beperking is van de capaciteit van de branche. Wat we in de branche gezien hebben, is eigenlijk na iedere persconferentie van het kabinet, zag je een enorme hamsterwoede toestaan. Iedereen was bang dat mensen waren bang dat ze ziek werden en namen voorzorgsmaatregelen en renden naar de supermarkt om in ieder geval eten en drinken in huis te hebben. Ja.
waren ook bang dat de winkels gesloten zouden worden. Heel veel onzekerheid. En dat heeft de branche voor een enorme uitdaging geplaatst. We hadden te maken met enorme vraag. Lege schappen zelfs in de steden met name waren de winkels op een gegeven moment echt gewoon leeg. Er werd on-Nederlands gehamsterd. En ja, we hebben echt op volle capaciteit moeten draaien om die schappen weer gevuld te krijgen. Gelukkig zien we dat de piekvraag nu wel eruit. En zien we het beeld kantelen. In de steden is de vulgraad nog niet wat die hoort te zijn. Maar in ieder geval, de lege schappen, dat hebben we achter ons gelaten. Ja, ja. En is het dan, hoe zit het met online eigenlijk? Want online proberen wij al desperate om gewoon bij, om zeg maar alles te bestellen. En je moet echt gewoon, daar is nog echt een enorme drukte. Wordt dat ook minder? Nee, die online die blijft sky high. Ook dat heeft weer te maken, ook met de oproep van het kabinet om ja, social distancing en blijf vooral thuis. Nou, dan gaan de mensen dat invullen door ook online te bestellen. Ja. Dus de online blijft gewoon een enorme drukke bezigheid. Ook vooral natuurlijk dat, wat Jan-Willem al zei, de horeca nu dicht is. Dus er is nu veel meer druk op de winkels. Want alles wat anders in de horeca wordt gegeten en gedronken, wordt nu via de winkels gekocht en moeten de winkels leveren. We waren ook een van de eerste die breed uitgingen met de adviezen van de RIVM. Ik heb je een poster gestuurd die wij al heel vroeg uitgegeven hebben. Het advies was vermijd contact. Socialistiging vermijdt handcontact en contact tussen mensen. En daarbij past dan ook het verzoek om contactloos met de pin te betalen. En het contant geld eventjes op een laag pitje te zetten. Ik word er heel even op dat contante geld ingaan. Ik zag het stond precies goed, denk ik, op die poster die Jules gestuurd heeft. Er was even wat misverstand over, volgens mij ook vorige week, dat er een soort van verbod op contant geld zou zijn. En dat was het natuurlijk niet. Hè, maar de preferred is natuurlijk om te pinnen, omdat dat het meest hygiënisch is. Zeg maar. Maar ja, mensen die per se moeten, omdat ze misschien niet anders kunnen, uiteindelijk zullen die natuurlijk ook contant moeten kunnen betalen. Maar liefst pinnen. De Nederlandse Bank begon zich daar wat zorgen over te maken, van dat er een verbod zou komen op contant geld. Ja, dat is natuurlijk niet waar. Als het moet, dan moet het kunnen, maar liever niet. Laatste vraag even nog, jongens. Het betaalsysteem is eigenlijk heel hartstikke saai. Het draaide goed en het blijft gewoon goed draaien. Ook al werkt iedereen thuis. Daar zijn geen klachten over en de flexibiliteit is eigenlijk gewoon prima gebleken. Het is een vitale sector en een hele belangrijke sector. Maar hij doet het nog heel goed. We hebben eigenlijk daar geen klachten over. En hou het zo, want als dat uit zou vallen, ja joh, dan zijn we nog verder van huis. Daniel van Delft is de country manager van Visa. We bespraken met hem de verschillen tussen de branches en de manier waarop Visa ondernemingen achter de schermen helpt met hun webwinkels. Nou, allereerst Daniel, willen we natuurlijk graag weten hoe het met jou is. En hoe het met jouzelf is, hoe het met je organisatie is. En daarna gaan we verder praten over wat er in de industrie allemaal aan de hand is. Dus de vraag, dankjewel. Hoe gaat het met je? Dankjewel Vincent om dit te vragen en Gijs. Met ons gaat het goed. En dat is een beetje gek om te zeggen. Uiteraard in een totale bizarre omstandigheid dat we allemaal thuis werken. Maar omdat we in een voornamelijk digitale wereld werken, waren we eigenlijk heel makkelijk in staat om hier in Nederland thuis te gaan werken van de een op de andere dag. En als je het hebt over Visa in de brede zin, en dan blijven al onze systemen volledig operationeel draaien en ook alle updates volledig doordraaien. Dus ook qua systeem en qua netwerk wereldwijd, heeft het de volle aandacht. En is het af en toe pas een meter, omdat vrijwel iedereen wereldwijd thuis werkt bij ons binnen Visa. Maar is het allemaal heel goed te managen? Je ziet bij alle processoren, alle banken, al die computercentra, al die processing centers, dat werkt natuurlijk met gescheiden ploegen. Om dat allemaal draaiende te houden. Zolang dat draaiend gehouden kan worden, niet alleen in Nederland, maar wereldwijd, zal het betalen vermoedelijk het probleem niet zijn. En hoe gaat het daarmee met die economische resilience van beide partijen? Wat zie je met het aantal transacties in jouw verschillende branches?
Ja, het mag geen verbazing zijn. En dat blijkt natuurlijk ook uit zeg maar, de cijfers die BVN publiceert, maar ook buiten Nederland natuurlijk alle partijen. En we zien een structurele afname van betalingen. Wel een verschuiving zie je van meer offline naar online betalingen. Maar we kunnen niet ontkennen dat er structureel natuurlijk een afname is wereldwijd. Maar is het dan zeg maar tientallen procenten of is het 50% of is het 80%? Ja, daar is moeilijk een uitspraak over te doen. En dat kunnen wij helaas ook niet heel specifiek maken. Maar als je kijkt naar hoe de verschuiving plaatsvindt, is het ook geen verrassing dat met name de reissector grote klappen heeft op te vangen. Kijk maar naar de voucheraankondiging nog vorige week in Nederland van de Stichting Garantie Reisfonds. Hoe zorgen we ervoor dat we gezamenlijk met alle partijen deze crisis te boven komen? En hoe zorgen we ervoor dat we waar mogelijk partijen ondersteunen met flexibele oplossingen? En ik denk dat de banken daar ook een hele goede rol in vervullen in Nederland met die versoepeling van kredietverlening en dergelijke. Ja, absoluut. Ja, en we hebben het ook hiervoor even gehad met MKB en het grootwinkelbedrijf. Je ziet dat niet alleen de travel en entertainment en de hotels, et cetera. Horeca is natuurlijk voor een goed deel stilgevallen. Dus heel veel midden- en kleinbedrijven waar de winkel gewoon dicht zit. Terwijl de supermarkten als primair kanaal waar levensmiddelen verstrekt moeten worden, daar blijft de kassa natuurlijk wel doorlopen. En doen jullie daar dan echte acties, ondernemen jullie dan? Zit je te kijken van hoe kunnen we gewoon de digitalisering en het onlineisering van het MKB, hoe kunnen we dat promoten als vanuit Visa? Zit je daar in een groepje dat je iets op de achtergrond aan het doen zijn? Inderdaad, heel terecht wat je zegt. Op de achtergrond zijn we bezig met die bouwstenen te verlenen en te zorgen dat we makkelijker partijen online kunnen laten betalen of kunnen laten accepteren. Mm-hmm. En een voorbeeld daarvan is Adyen, die Pay by Link onlangs nog heeft uitgevaardigd. Eigenlijk zonder enige rugbaarheid aan te geven. Want, Wat is dat, Pay by Link? Pay by Link is eigenlijk niks anders dan dat je via een link op een website wordt doorgerouteerd naar een virtuele kassa waar je met iDeal kunt betalen en waar je met creditcard kunt betalen. MKB moet als een gek gewoon nu zeg maar online gaan dus en gaan verkopen. De restaurants zijn allemaal bezig met take-outs, maar ik kan me ook voorstellen dat iedereen eigenlijk gewoon een standaard webshopje wil hebben met een heel makkelijke betaling en dat ze gewoon eigenlijk alles online kunnen gaan doen met de klanten die waar ze een relatie mee hebben, dat misschien daar wel een versnelling in kan geven. Nou, kijk, het is natuurlijk een psychologisch fenomeen, dat weten we allemaal. Als je zeg maar 40 of 50 dagen lang heb je nodig om je gedrag structureel te veranderen. Dus als de crisis, en dat gaat vermoedelijk wel gebeuren, langer dan dat gaat duren, zal die gedragsverandering ook niet meer, vermoedelijk niet meer, zal maar teruggedraaid worden. En dat betekent dus het veranderde betaalgedrag als gevolg van de crisis. Dus het nog minder gebruiken van contant geld als voorbeeldje. En het nog meer gebruiken van elektronische betaalmiddelen. De kaarten, de mobiele telefoons en het online. Ik vraag me af of dat dan nog terug gaat veranderen naar weer gebruik van contant geld. Ik denk dat als dat een paar maanden duurt, dat de consument dat gedrag echt geïnternaliseerd heeft. Omdat dat dus ook niet meer teruggaat. Ja, daar ben ik helemaal mee eens. En ook het gedrag qua fysiek winkelen. Fun shoppen zal denk ik altijd blijven. En zodra mensen de kans krijgen om weer voor hun lol te gaan shoppen, zullen ze dat zeker doen. Maar alle zaken die je gewoon als een gewoonte hebt ingebouwd, of eigenlijk in je patroon hebt ingebracht. En waarom zou je weer teruggaan naar het patroon als het niks toevoegt? En criminelen spelen altijd in op de actualiteiten. Dat doen ze met corona ook weer. Ze houden zich zelfs nu op geen enkele manier in. Integendeel, ze sturen sms'jes dat je je bankapp opnieuw moet bevestigen of phishingsmails dat je antibacteriële pas kunt aanvragen. Ik praat hierover met Berend-Jan Beugel van de Betaalvereniging en met Kim Gunning van de Volksbank. Heb jij gezien met corona dat er weer ingespeeld werd op de actualiteit? Ja, die criminelen die hebben wat dat betreft echt geen scrupules hoor.
Kijk, je moet weten, cyberaanvallers die spinnen garen bij actualiteit. Ze zullen altijd van het nieuws gebruik maken om jou te misleiden. En in die zin is er met corona op cybergebied niets nieuws onder de zon. Mm-hmm. Het is gewoon, tussen aanhalingstekens, het volgende onderwerp dat criminelen misbruiken. Maar wat we wel zien, is dat met deze crisis een aantal bijzondere punten spelen. Het eerste is dat er binnen onze samenleving een hele mooie saamhorigheid ontstaat. We zien ontzettend veel initiatieven van mensen die elkaar proberen te helpen. Samen de crisis de baas proberen te worden. En dat is fantastisch. De keerzijde daarvan is dat het ook heel lastig wordt om je voor te stellen dat er ook mensen zijn die juist misbruik willen maken van die situatie. En dat maakt ons potentieel extra kwetsbaar voor oplichting en misbruik. Het tweede aspect dat bijzonder is in deze situatie is dat er veel meer mensen dan gebruikelijk thuis werken. En voor een aantal organisaties, bijvoorbeeld voor de Volksbank, is het niet zo heel gek dat er veel mensen thuis werken. Mensen zijn dat aardig gewend, kennen de procedures, de netwerken zijn er ook op ingericht. Maar er zijn natuurlijk ook een heleboel organisaties waarbij mensen gewend zijn om fysiek op kantoor aanwezig te zijn. Enerzijds hebben die organisaties nu een uitdaging, omdat zij de stabiliteit van hun netwerken moeten zien te garanderen, de veiligheid van hun netwerken moeten zien te garanderen, nu er zoveel mensen van buitenaf inloggen. Mm-hmm. Anderzijds is er voor die medewerkers natuurlijk ook een bijzondere situatie. Want ja, moet ik nog extra dingen installeren om stabiel internet te hebben? Kan ik zomaar inloggen op mijn werkomgeving? Hoe zit dat nu? Ja. En als je dan een e-mail ontvangt die lijkt van jouw IT-service desk te komen en waarin wordt gezegd, ja, je zult echt nog even deze applicatie moeten installeren, want anders kun je niet aan het werk, dan is de kans natuurlijk vrij groot dat je klikt. En voordat je het weet, heb je een portie malware binnengehaald. Ja, en zie je daar een verhoging in op dit ogenblik? We zien op zichzelf geen verhoging in het absolute aantal phishing-aanvallen ontstaan. Niet in ieder geval schrikbarend. Wat we wel zien is een verschuiving in onderwerpen qua phishing. En er wordt ook weer ingespeeld op enerzijds angst en zorgen. Allemaal webwinkels die nepspullen aanbieden of die spullen aanbieden en ze nog leveren. Zoals maskertjes, handgels, allemaal dingen die helpen om je angst te overwinnen. Maar het wordt nooit geleverd. Heb je wel besteld, wel betaald, komt nooit iets binnen. En het halen van voordeeltjes. Websites die zogenaamd voor veel lagere prijzen dan elders spullen aanbieden. Dan kun je nog even wat voordeeltjes halen. Nou, ook dat heel vaak nep. En wordt ook niet geleverd. Of je krijgt rommel toegestuurd. Dat zou ook nog kunnen. Ja. Dus ja, pas daarvoor op. Ja. Ik hoorde dat er de Bacillepas. Wat was dat voor iets? Ja, schitterend. Dat was een van de allereerste phishings die wij voorbij zagen komen. De antibacteriële bankpas werd aangeboden. Mensen ontvingen, ja, schitterend, hè? Antibacterieel, terwijl het om een virus gaat. Maar wat je zag was dat mensen een e-mail kregen namens hun bank en daar stond dan in, kijk, daar heb je er al eentje inderdaad. Je kunt de antibacteriële betaalpas aanvragen. Doe dat voor een bepaalde datum, anders kost het u geld. Dus dit is zo'n voorbeeld waar je ook die druk, hè, die urgentie en het dreigen met negatieve consequenties ziet. Ik heb ook varianten gezien waar die iets uitgebreider waren. Daarin werd dan gezegd van, nou, hè, via bankpassen kan het coronavirus zich verspreiden. Dus stuur ons uw bankpas op, dan plaatsen wij hem in quarantaine en dan krijgt u er een... Ja, nee, echt hoor. En dan krijgt u er een antibacteriële versie voor terug. En dan moest je op een website moest je vervolgens je pincode ook even doorgeven. Want ja, dan konden zij jou veilig een nieuwe pincode sturen. Dus allemaal vernuftige trucjes om jou maar te verleiden je pas en je code te delen. Er worden ook door de theaters en luchtvaartmaatschappijen ook linkjes gestuurd, hè? Ja. Wat is dan het idee? En wat gebeurt daarna dan? Dat vind ik ook wel interessant. Ja, het lastige is, in deze situatie krijg je echt van ongeveer iedere partij waar jij ooit je e-mailadres hebt achtergelaten, een e-mail met een update over wat zij doen
om hun klanten en hun medewerkers te beschermen tegen corona. Ja. Wanneer het om online winkels gaat, heel vaak ook de boodschap. Maar je kunt nog steeds bij ons bestellen hoor. Klik hier. Dat laatste is eigenlijk jammer. Want juist nu er ook zoveel phishing is over corona, zou je willen dat bedrijven en instellingen die hun klanten informeren over hun eigen maatregelen die zij treffen tegen corona, geen linkjes in de e-mail zetten. Of bijlagen meesturen. Zodat het voor klanten duidelijk is wat de acties zijn van het bedrijf, zonder dat ze het risico lopen in een phishing mail te trappen. Hey Birgit, wat moeten de klanten van de banken eigenlijk doen om hier gebruik van te maken? Nou, helemaal niks eigenlijk. Dat is het mooie. Kijk, er worden ontzettend veel hele goede initiatieven genomen door een heleboel verschillende organisaties. Banken ook. Banken hebben bijvoorbeeld in de afgelopen 2 weken maatregelen genomen, zodat we vaker zonder de pincode in te moeten tikken aan de kassa met onze contactloze betaalpas kunnen betalen. Ja. Hoeven we dus minder vaak die betaalautomaat aan te raken. Nou, mooi initiatief van de banken en de betaalinstellingen. Maar daar hoef je dus als klant van een bank helemaal niks voor te doen. Dat gaat helemaal automatisch. Je hoeft geen nieuwe bankpas aan te vragen. Je hoeft niet de instellingen van internetbankieren aan te passen. Je hoeft niet een nieuwe mobiele app te installeren. Je hoeft je ook niet de instellingen van aan te passen. Je hoeft er helemaal niks voor te doen. Het gaat helemaal automatisch. Dus naast het sociale, dat mensen zelf iets moeten doen, gebeuren er ook een heleboel veiligheidsmaatregelen, bijvoorbeeld Kim, die wij gewoon automatisch krijgen, zonder dat we er iets voor moeten doen. En daar maken de criminelen dan weer misbruik van. Die probeer je wijs te maken dat je er wel wat voor moet doen. Dat je een nieuwe bankpas moet aanvragen. Dat je de instellingen voor internetbankieren moet wijzigen. Met een mooi linkje erbij waar je op kunt klikken en die naar een valse website gaat. Allemaal niet nodig. Gaat helemaal automatisch. Nee. Daar hoef je als klant niks voor te doen. Okay. En om daar nog heel even op aan te haken. Hè, weet dat wanneer jij de website van jouw bank wilt bezoeken, en dan specifiek de inlogpagina van je bank, dat jouw bank nooit een bericht met een link naar die inlogpagina aan jou zal sturen. Niet via e-mail, niet via sms, niet via de socials, op geen enkele manier. Als jij jouw inlogpagina van jouw bank wilt bezoeken, typ dan zelf in jouw browser https://www.denaamvanjebank.nl en dan afsluiten met een slash. Dan weet je zeker dat je altijd op de veilige pagina uitkomt. Ja, en wat ook goed is om te weten voor de mensen die kijken, van goh, ben je nou ergens onzeker over, bel uw bank gerust. Hè, de bankmedewerkers die denken echt graag met u mee. En juist in deze tijden, hè, ondanks dat het misschien zo lijkt dat Nederland nog maar 70% of 60% kan werken. Maar nee, de mensen bij de klantenservice zitten echt dag en nacht voor u klaar om u te helpen. Oké. Okay. Nou, hartstikke mooi. Alert blijven dus. Equens Worldline moest snel in actie komen toen het besluit genomen was om de limiet voor het contactloze betalingen tijdelijk van 25 naar 50 euro te verhogen. Gijs en ik belden Annemieke Lambrechts om te horen wat ze daarvoor moesten doen en of het betalingsverkeer nog stabiel is en blijft. En aan de andere kant zit ik dus hier met Annemieke Lambrechts van Equens Worldline. Hallo, waar ben jij op het ogenblik, Annemieke? Ik werk ook vanuit huis. Ik zit in mijn woonkamer. Nou, ik doe daar niet aan mee. Ik zit gewoon lekker bij jullie hoofdkantoor daar achterin. Hoeveel mensen zitten daar nou nog wel binnen? Nou, op dit moment zijn dat nog tussen de 3 en de 5 personen. Dus dat is heel erg minimaal. Iedereen werkt vanuit huis. Nou, hoeveel mensen zitten daar normaal? Nou, enkele honderden. Oké, dan even over betalingsverkeer. Hoe stabiel is het en hoe stabiel is het in Europa? We doen er alles aan om, ondanks deze moeilijke periode, onze kwaliteit van dienstverlening hoog te houden en betalingsverkeer ongehinderd te laten verlopen. Ja, zacht zoemend achter het behang. En dat is dus, er zijn geen grote uitsteeksels, zeg maar, dat het allemaal veel meer of veel minder, of dat er problemen zijn. Dat blijft allemaal gewoon draaien. Cybercrime, is dat nog veel meer geworden of gaat dat gewoon door? Nou, we zijn verantwoordelijk voor de kritische infrastructuur, voor betalingsverwerking. Dus veiligheid, integriteit, betrouwbaarheid, beschikbaarheid zijn allemaal van het grootste belang. En cybersecurity is daar belangrijk onderdeel van.
Maar dat is in deze periode niet anders dan voorheen. Dus voor ons is dat in feite business as usual. Business as usual. Nou, maar wat niet business as usual was, dat jullie zeg maar de CTLS-limieten verhoogd hebben op een ontzettend, in een gigantische pressure cooker. Gijs, kun je eens vertellen, hoe ging dat? Zeg maar? Wanneer is dat besloten en hoe gaat zo'n verandering? En hoe werk je dan samen met een bedrijf als Equus Worldline? Nou, eigenlijk al vrij snel toen de crisis zich echt begon af te tekenen, was vooral ook op verzoek van de supermarkten, waar de bonbedragen begonnen op te lopen en dus tegen die contactloze limieten aan begon te lopen. Eén en twee, men eigenlijk vanwege de hygiëne het pinpad zo weinig mogelijk wilde aanraken, zijn we vrij snel tot de conclusie gekomen, die limieten moeten omhoog. Nou, dat moet je dan wel ergens besluiten. Dat is op een vrijdagmiddag in een soort crisisoverleg besloten. En, omhoog... Ben jullie op kantoor of waar zat dat? Waar was dat? Was inmiddels ook niet meer op kantoor. Dat was toen ook al digitaal. Ja. Dat is ook in een call. En wie zitten daar dan zoal bij? Dat zijn de directeur particulier betalingsverkeer van de grote banken. En die zitten gewoon in zo'n Zoom call bij elkaar en dan wordt er op een gegeven moment gezegd, nou, iedereen voor en dan steek je de hand op en dan is het een besluit? Dat klopt. Nou, er was natuurlijk wel even wat voorwerk gedaan. Het moest al op een betrouwbare manier. Want wat je natuurlijk niet wil, is door een goed bedoelde maatregel de infrastructuur onderuit halen. Dus er kan het. Wat zijn de risico's? Er is ook wat extra frauderisico. Er wordt schade nog vergoed, ook voor hoge bedragen. Nou, het is allemaal langsgelopen. Dan wordt gekregen, alles is in kaart gebracht. En we zeggen, ja, we moeten dit gewoon doen in het nationaal belang. Nou, en dan is de kwestie van, hè, alles stond al klaar. Bij bijvoorbeeld Equus Worldline, die zaten gewoon te wachten op de go. Nou, dan komt dat telefoontje van ons naar Equus. Nou, hollen met de geit. Ja, wat gebeurt er dan, Annemieke, bij zo'n bedrijf? Als zo'n telefoontje binnenkomt, dat is best wel intens gebeuren, lijkt me. Ja, zodra het besluit is genomen, is iedereen met man en macht aan de slag gegaan. We hebben dat gecontroleerd, dus gedoseerd in de systemen, geïmplementeerd om te zorgen dat een reguliere transactieverkeer daar geen hinder van zou ondervinden. Mm-hmm. En dat is gelukt. Inmiddels zijn al de limieten verhoogd voor alle 400.000 bij ons aangesloten terminals. Ja, dus vrijdagmiddag 3:30 een besluit en maandagochtend kunnen de eerste mensen al gewoon met hogere bedragen. Dus dat, zo flexibel is het eigenlijk op dit ogenblik. Ja, met dank aan heel veel collega's die daar hard aan hebben gewerkt. We doen dat ook wel uniek, omdat we een klein landje zijn en elkaar goed kennen, kun je dit soort besluiten ook snel nemen. We zien dat in andere landen, daar willen ze wel, maar daar zitten ze elkaar aan te kijken. In Duitsland vragen ze dan, hoe zit dat dan precies formeel? De Duitsers die wilden niet om, maar we kregen vandaag door. In Duitsland gaan ze nou uiteindelijk toch ook om. Ze zagen er het nut niet van in. En wie moet dat dan besluiten? Jongens, dat is niet zo interessant. Het moet gewoon gebeuren. Ja, maar waar dan en hoe dan? Jongens, vragen stellen wij ons pas achteraf. We gaan het gewoon eerst doen. Ja, wij waren ook absoluut de eerste in Europa die dit deed, hè? Annemieke, verwacht jij dankzij die coronacrisis en al die maatregelen genomen worden nog problemen bij het betalingsverkeer in de komende tijd? Nou, het feit dat wij ook in deze omstandigheden in staat blijken om betalingsverkeer ongehinderd door te laten lopen, geeft wel aan hoe robuust en solide en betrouwbaar onze infrastructuur is. En om in deze periode te zorgen dat er geen onvoorziene omstandigheden zich voordoen, hebben we business continuity plannen en maatregelen in place. Dagelijks vindt op zowel landelijk als internationaal niveau overleg plaats en afstemming om te bepalen of er aanvullende of specifieke maatregelen nodig zijn om het betalingsverkeer ongehinderd door te laten lopen. En dat gaan we gewoon zo houden. Oké. Annemieke Lambrechts van Equus Worldline en Gijs Boudewijn van de Betaalvereniging. Dank jullie wel. Geruststellend. Wie er natuurlijk bovenop zit is Evelien Witloks van ING. Ik sprak haar al vaker. Zij overziet het betalingsverkeer in diverse landen en ze signaleert dat in het algemeen minder transacties zijn. Maar tot wel 60% minder. Vooral in de horeca en de reisbranche uiteraard. Verder ziet ze het internationale betalingsverkeer tussen Europa en de rest van de wereld flink dalen. Lichtpuntje, het gebruik van betaalverzoeken bij het afrekenen van bestellingen aan de deur stijgt flink. We gaan naar Evelien. De eerste vraag aan jou, Evelien, is waar ben je en wat doe je op het ogenblik? Nou, ik ben thuis. Ik doe eigenlijk verder bijna hetzelfde als wat ik ook op kantoor doe. Dus we zorgen ervoor dat het betalingsverkeer door blijft lopen.
Ja, en dat doe je inderdaad voor verschillende landen. Ik zit bij dat nieuwe kantoor van jullie, zeg maar. Dat prachtige nieuwe kantoor waar duizenden mensen in kunnen. Hoeveel mensen zijn daar op het ogenblik? Ja, dat is nu echt nog maar een handjevol. Dus bijna iedereen zit thuis. Ja. Waar dat echt kan. En voor sommige hele specifieke functies moeten we echt op ING-kantoren zijn. En dan zijn we verdeeld over verschillende locaties. Zodat als één team ziek wordt, dat het andere team niet ziek wordt. Zodat we alles door kunnen blijven laten lopen. Ja, die anderhalve meter is nou ook niet echt een probleem op dit ogenblik. Hè? Je kunt gewoon een kanon afschieten in al die zalen. Nee, we kunnen ongeveer iedereen op één verdieping zetten inderdaad. Hoe gaat het met het betalingsverkeer? Is het stabiel en wat gebeurt er met de transacties? Ja, nou, het betalingsverkeer zelf gaat het goed mee. Dus de systemen zijn stabiel. We verwerken de transacties zonder problemen. We zien wel een verandering in het soort transacties en de aantallen transacties. Dus we zien sommige aantallen enorm naar beneden gaan. En andere aantallen juist naar boven. Nou, vertel. Dus, ja, ik denk niet dat het verrassend is als ik je vertel dat transacties bij de geldautomaat of in de winkel, de pintransacties, enorm afnemen. Dus we zien bij de geldautomaat in Nederland, maar dat zien we eigenlijk over heel Europa wel, dat het aantal transacties tot de helft of zelfs 60% minder is dan normaal. Wauw. En in de winkels is het effect iets minder. En dat wordt met name gerealiseerd natuurlijk door de supermarkten en de dagelijkse boodschappen die we nog moeten doen. Ja. Maar toch neemt ook dat af, want er zijn natuurlijk wel veel winkels dicht. En je ziet dan dus daarentegen dat de transacties over het internet, dus de e-com transacties, grote stijgingen doormaken. En in Nederland is dat onder andere Ideal, die echt steeds meer worden. Dus we hebben ongeveer zo'n 40% meer transacties dan vorig jaar. Maar we hebben ook nog ten opzichte van vorige week bijvoorbeeld een stijging van 17%. Dus je ziet dat we nog steeds die beweging aan het maken zijn van de fysieke wereld naar de aan huis leverwereld. Ja, ja. Hey, het is eigenlijk never spoil a bad crisis. Zie je ook nog andere innovaties die eigenlijk groeien hierdoor? Nou, wat we bijvoorbeeld zien is, we hadden bij een supermarktketen vrij recent betaalverzoek geïntroduceerd. Dus dat als je boodschappen bij de deur worden afgeleverd, dat je dan met een betaalverzoek kan betalen. En dan gewoon kan QR-code scannen, met je QR-code scannen, ja. En meteen betalen, ja? Ja, en dan meteen betalen. Nou, dat is niet 100%, maar dat is in aantallen. We hadden natuurlijk een klein volume, maar dat gaat echt duizenden keren meer dan we hadden. Dus we zien dat een product is wat enorm goed aansluit bij wat we nu nodig hebben. Als we kijken over Nederland versus Europa, zien we ook nog andere dingen in Nederland dan de rest van Europa? Nee, ik denk het niet. In ieder geval niet zoals wij het hebben gezien. Je ziet soms wel in de patronen. Dus je zag in Nederland bijvoorbeeld het hamsteren heel netjes terug in de pinbetalingen in de winkel een paar dagen. Je ziet in sommige landen waar cash meer prominent betaalmiddel is dat daar een soort hamsteren is geweest voordat er een lockdown was. Yeah. Maar verder zie je het overal helemaal naar beneden gaan. En we zien ook... Ja, het internationale verkeer loopt natuurlijk ook naar beneden. Dus bijvoorbeeld pinbetalingen van onze klanten in het buitenland gebeurt nauwelijks meer. En vice versa trouwens ook. Ja. Maar ook gewoon international payments. Dus je ziet ook dat het een weerslag heeft op de handel die we doen. Want ook het aantal internationale betalingen gaat naar beneden. Als we kijken over transacties, gewoon SEPA-betalingen, dus zeg maar bank naar bank. Hoe gaat het daarmee binnen Nederland, binnen Europa en de rest van de wereld? Ja, nou, we zien dat de SEPA-betalingen dus in de Europese Unie, dat die redelijk stabiel blijven. We zien dat tussen Europa en de rest van de wereld het aantal transacties terugloopt. En de precieze verklaring daarvan kunnen we natuurlijk ook niet zien. Maar je moet je voorstellen dat in de SEPA-betalingen zit er ook heel veel... je incasso's voor de energiemaatschappij, maar ook de salarisbetalingen. Dus de grote volumes, die blijven nog steeds gewoon doorlopen. Ja. Dus we zien dat relatief stabiel blijft. Ja. Zie je nog ontwikkelingen op het gebied van cybercrime? Ander soort crime? Meer, minder? Ja, we zien, en dat is helaas, dus dat daar toch gelijk ook misbruik van geprobeerd wordt te maken. Dus we zien bijvoorbeeld acties als...
We doen een actie voor corona of voor de slachtoffers van corona. Druk op dit linkje enzovoort. Zulke soort zaken zie je wel gebeuren. We zien ook wel dat er testen worden gedaan of iedereen ook vanuit huis werkend stabiel en stevig en veilig genoeg is. Mm-hmm. Nou, dat we kunnen vaststellen dat dat gewoon absoluut het geval is. Dit was ons rondje langs de velden in de coronatijd. Stay safe en tot de volgende keer.